Welkom terug bij het tweede deel van RTL Wintertijd, waarin we op zoek zijn naar alles wat jouw winter gezelliger of spannender kan maken. We gaan naar Esther's bruidsshop in Almere, waar onze presentatrice al met haar neus in een bruidsmagazine zit. Een bruiloft brengt altijd heel veel voorbereidingen met zich mee. Waaronder natuurlijk de zoektocht naar de ultieme bruidsjurk. En als je in de zomer gaat trouwen, ja, dan moet je toch echt in de winter al beginnen met oriënteren. En ik ben vandaag in een bruidsmodezaak waar je gewoon zonder afspraak naar binnen kan lopen. Dankjewel. Ah, slim, Odette. Je nu al voorbereiden op je summer wedding. Hoewel de wintermaanden de minst populaire maanden zijn om te trouwen, willen we toch even de tip geven dat een winterbruiloft vaak mooier en gezelliger is dan een zomerbruiloft. Maar goed, de meest populaire maanden zijn mei, juni en september. Dus kun je inderdaad het beste nu alvast je trouwjurk gaan passen. Jee, wat een mooie jurk hier allemaal, zeg. Zoveel ook. Ja. Maar wat zijn nou de trends van 2014 op bruidsgebied? Nou, de trends zijn dus vooral dit mooie kant. Ja. Dat zie je ook bij heel veel Japonnen terugkomen. Een beetje dat vintage gevoel. Beetje dat vintage gevoel. Mag ook wat strakker weer bij de heupen. Iets wijder aan de onderkant. Vooral kant, hè, ook aan de onderkant. Als je nou een jurk uitzoekt voor een aanstaande bruid, waar let je dan eigenlijk op? Want ja, ieder figuur is natuurlijk anders. Nou, je kijkt vooral naar de bruid. Wat zijn haar wensen, is ook belangrijk. Maar ik let dus vooral op de lengte en op, op de uitstraling. En zo bepaal je jurk. Oh, en wat heb je daar voor prachtigs hangen? Ja, dit is heel leuk om zo te presenteren. Dit heet frontstyling en het is met name komt uit Amerika. Want namelijk dat vleugjeroos wat je hier ziet, is dan de bedoeling dat je dat in je accessoires terug laat komen. Dus bijvoorbeeld inderdaad in je schoenen, tasje, in je make-up, in je sieraden. Ik durf bijna niet te vragen, maar... Mag ik, hè? Oh, ik vind het echt spannend. Ja, dat hebben we vaker gehoord. Het passen van de bruidsjurken is voor de 72.000 bruidjes die per jaar trouwen in Nederland een niet te onderschatten moment. Nou, Odette, laat maar zien. Oh, wat is dit een mooie jurk. Het is echt waar. Ik voel me echt een prinses. Die sluier ook. Oh, dat is echt de finishing touch. Ga jij in 2014 trouwen, dan heb ik een verrassing voor je. Want wij mogen jouw droomjurk weggeven. Hoe? Ga naar onze website en doe mee met de prijsvraag. Op